Absoluut, absoluut. We hebben er een heel jaar voor gewerkt. We hebben net de top 8 in de zaal gemist, dus dat is echt verdiend voor mijn ploeg. Ze hebben er keihard voor gewerkt en alles op de beker en eigenlijk nog op het veld ook nog. Dus we gaan er morgen terug tegenaan, dus het is een heel druk en zwaar weekend. Ja. Had je dit de voorhand verwacht? Dat is veel gezegd. Ik weet Boekenberg een moeilijk te bespelen ploeg. We hebben er dit jaar al regelmatig tegen gespeeld. Ook al van gewonnen, maar ook van verloren. Dus het kon alle kanten uit. En dat zeg, het wedstrijdverloop zegt alles eigenlijk. Dus ja. Ja, als we even naar die stand kijken, het is geen alledaagse korfbaluitslag, hè? Nee. Maar ik weet van mijn eigen ploeg dat we niet superscorers hebben. Dus we zijn vooral een verdedigend team. En we proberen dat uit te buiten. En dan zelf op de momenten en de kansen die we dan toch krijgen te scoren. En vandaag net dat tikkeltje meer gescoord als Boekenberg. Dus. Ja, het werd ook al vrij snel duidelijk dat er langs beide kanten niet veel gegund zal worden, hè? Nee, ook Boekenberg een beetje verrassend dat ze verdedigend sterk voor de dag kwamen. Ik vond dat ze de laatste tijd vooral aanvallend. Ook vorige week een monsterscore eigenlijk tegen Putsen. Dus ik had het niet verwacht. Ik ben blij dat ze ook vandaag niet echt scherp voor de kerf waren. Nee, en wij net dat weer nog langs aangetrokken. Ja. Goed, ja, de laatste goal die aan jullie zijde gemaakt wordt, hadden jullie niet zo heel veel vertrouwen in, met corner hier naast mij roepen. Wat doet hem nu? Wat doet hem nu? Maar een fantastisch doelpunt, hè? Ik heb het zelf niet gehoord, want ik stond ginder. Dus, maar ik was gewoon wel blij. Er was een rebound, dus hij mocht gooien. Dus dat was het belangrijkste. Het belangrijkste is dat hem vooral dat hem erin gaat. Dat is het belangrijkste. Dus super fier voor hem en voor heel het team eigenlijk. Ja.